Het beschermen van consumenten in Suriname krijgt langzaam maar zeker meer gestalte. De afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme streeft ernaar om in januari 2018 een MOU te tekenen met het consumentenplatform. Dit platform is in 2014 in het leven geroepen en is bedoeld om betere wetgeving te maken als het aankomt op de bescherming van de consument. In de MOU worden afspraken opgenomen tussen de afdeling Consumentenzaken en alle stakeholders die deel uitmaken van het platform. Enkele stakeholders zijn handelsbanken, consumentenorganisaties, districtscommissariaten, nutsbedrijven, ministeries en instanties. Vandaag hield HI een presentatie voor de belanghebbenden. Het hoofd van de afdeling Consumentenzaken, Danielle Sumter, gaf aan dat de nadruk vooral zal worden gelegd op het behandelen van klachten van de consumenten. Daarnaast zal de consument makkelijker toegang krijgen tot informatie. Om de consument van toegang tot adequate informatie te voorzien en de bewustwording van de rechten en de plichten te maximaliseren, zonder dat de economische activiteiten beïnvloed worden. De economische activiteiten moeten nog alle tijd en alle tijden lopen. En het is dus de bedoeling dat consumentenbescherming een hulpmiddel moet zijn om deze economische activiteiten te beïnvloeden. Dat het veel beter gaat. Goed, er zijn tal van strategieën die we hebben, vastgesteld met betrekking tot consumentenzaken. Een van deze is dus dat de bescherming van de consument gekoppeld gaat worden aan het feit dat de consument rechten en plichten heeft. Dat hebt u net al gelezen. Dit gaat dus gebeuren in samenwerking met consumentenorganisaties, waarbij de consument bewust wordt gemaakt van de marktwerking, de rechten en plichten als consument. Er is reeds een concept MOU geschreven. Nadat de stakeholders hun kanttekeningen hebben geplaatst, zal de finale MOU worden aangenomen. Er wordt vooral gerekend op de bijdrage van de commissariaten, omdat zij het meest op het veld zijn om controles uit te voeren. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld enkele van ons, er is een hele groep mensen van de districtscommissariaten hier. Ik zal dus bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan nemen. Ik kan me voorstellen dat u vaak genoeg in het veld bent met of de BOG en de ECD. En dan komt het voor dat jullie iets zien dat plaatsvindt op de markt. Maar dat er dan niet goed genoeg wetgeving daarvoor aanwezig is. Daarvoor zijn wij dus eigenlijk hier, allemaal samen. Om ervoor te zorgen dat we met alle organisaties, alle stakeholders die daarmee te maken hebben, dat we gewoon met elkaar van gedachten wisselen. Het gaat niet vaak voorkomen dat je bijvoorbeeld ziet dat de financiële instellingen samen met de districtscommissariaten gaan zitten. Omdat het soms verschillende beleidsgebieden zijn. Vandaag is het algemeen en vandaag gaat het dus zijn dat ieder geïnformeerd wordt over dat wat we weer aan het oppakken zijn. Tot zover Danielle Sumter vandaag tijdens de presentatie van de concept MOU overeenkomst met het consumentenplatform. De MOU moet in januari 2018 worden ondertekend. Het doel is om de bescherming van de consumenten te verbeteren.